zwembad is vanaf nu geopend. Het is om te relaxen, oké? Help me beginnen! Hey, help! Ik zit vast! Rechts, rechts! Oh nee, dit is iemand anders. Oh, shit! Ah, wacht even op het groene licht, alsjeblieft! Kom het lopen! Mijn naam is Celine en vandaag ben ik jullie redder van dienst. En mijn naam is Michiel en ik ga vandaag flink zijn in het zwembad. Goed zo. Het zwembad is vanaf nu geopend en ik ga mijn pet afzetten, want ja, de zon schijnt hier niet. Wacht, stop, hou ermee op. Je krijgt 3 seconden om te abonneren op ons kanaal. 3, 2, 1. En like ook zeker deze video. 1, 2, 3, we gaan verder. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Knappe redder vandaag. Maar die redder. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is dus mijn kantoor. Ik ga mijn petje hier leggen. En dit is mijn walkie-talkie om in contact te staan met mijn andere redders. Heel belangrijk wel. Ja. Mogen we eindelijk gaan zwemmen? Ja. Oké. Okay. En dit is alleen voor de redders. Verboden toegang voor jullie allemaal. Je bent wel heel streng. Moet. Mevrouw. Ja? Zijn alle zwembaden open? Alles is open. Oh, dit zijn de wellnesszwembaden. Hier moet je rustig aan. Oh, ja. Dit is om te relaxen, oké? Oké. Wat een saaie redder. Saaie? Oh my. Wil jij naar de glijbaan? Ja. Ga maar. Niet lopen in het zwembad. Stoppen. Ja, te voet, Laura. Je gaat een lange dag tegemoet. Ik denk het ook. Welkom bij het meest epische moment van de video. Wauw, Bram heeft zijn kinderbad gevonden. Kom, dat was het niet zo goed. Ja, oei. Ik heb dus een nieuwe bad gekregen van mijn collega redder. Dank u wel daarvoor. En nu gaat hij uitleggen hoe de golven werken. Oh, oké. Okay. Dus hier heb je golfslag. Oké. Okay. Dan duw je hierop en dan is het, mogen we je vinger hierop drukken. Daar. En dan komt de golven. Je hebt het net gestart. Ja. En nu zouden de golven moeten komen. Er gebeurt nu nog niks. Je moet misschien op je fluitje blazen, zodat iedereen weet dat de golven begonnen zijn. Goeie, dank u wel voor de hulp. Golven beginnen! De golven! Let's go! Wow. Have fun! Ik ga daar zitten op mijn stoel om alles in de gaten te houden. Op dit moment ziet alles er goed uit. Ze houden hun manieren dus heel goed bezig. Wauw. Ik zit momenteel in het zwembad en ik vind wel dat we een heel knappe redder hebben. Die mij wel eens mag komen redden. Dus ik ga doen alsof ik het moeilijk krijg in het water. En dan moet Celine mij wel komen redden. Toch? Wil jij mij helpen? Ik moet toch 1 keer gered worden door Celine de redder. Dat is waar. Oké, okay, doe maar Bram. Ze is niet aan het kijken. Oh, oh, hey, hey, hey. Help. Help. Help! Help! Oh. Alles oké? Okay? Ja, alles gaat. Maar ik moet toch wel gered worden. Ah, dank is u wel. Een grap of zo? Ah, ja, ik denk dat je wel kan staan hier, toch? Meneer, geen grapjes maken, alsjeblieft. Oké, sorry. Poging mislukt. Ik zal het niet meer doen. Het is tijd om eens van de glijbaan te gaan. En hopelijk mag dat wel van onze redster. Dat mag zeker. Redder of redster? Redder. Redder? Oké. Okay. De glijbanen zijn geopend. Yes. Oké. Okay. Let's die go. Die op de trappen. Goed zo. Bram. Hier staan alle richtlijnen. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, maar ik denk wel dat het duidelijk is voor iedereen. Ik denk het ook. Je moet echt niet altijd fluiten per persoon. Ja? Ik heb het een keer kant moeten doen. Okay. Dit ziet er wel iemand uit die heel snel zal gaan. Denk het ook. Moet je niet al zittend starten? Meneer, zitten. Oh, het is groen. Hey, maar kost de helft, hè, man. Mag ik verder? Nee!
Oké, daar gaan we. Oh, ik zit vast. Ik zit vast. Redder, help! Ik zit vast. Misschien een beetje duwen. Ja, oké, we zijn weg. Oh. Wow. Bram en ik gaan nu een bad nemen, want onze bad kan nooit meer stuk. Niks! Hier jongen! Oh. Dit is de glijbaan met badlucht, dus heel belangrijk dat iedereen een bad neemt. Ja. Goed zo, Laura. Kom aan mensen, vertrekken! Hé! Hey. Ze zijn weg! Laura is ook weg. Ik ga eens kijken of ze wel rustig aankomen. Wow. Wat was het? Ik wil nog eens. Nog eens? Ja. Mag niet. Hey. De wildwaterbaan is vanaf nu ook geopend. Oh, nice. Let's go. Toch? Ja. Klaar? Wij zijn klaar. Manieren houden, ja. Rustig. Oké, okay, let's go. Allee, allee. Oh, daar gaat ze. Oké. Okay. Let's go. Allee, allee. Oh. Wow. Die gaat echt snel. Michiel zaten elkaar enorm te duwen in de wildwaterbaan, dus ik ga ze even een lesje leren. Hier zijn ze dan. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Let's go! En nummer 4. Mooi. Jullie waren elkaar aan het duwen, aan het trekken in de wildwaterbaan. Ik wil het niet meer zien. Nog één waarschuwing en jullie worden uit het zwembad gestuurd. Duidelijk? Ik vind Bram niet terug. Oei, Bram is vermist. We hebben al camerabeelden, dus we kunnen eens gaan kijken. Weet je waar dat is, Bram? Nee. Totaal niet. Vermist, hè? Maar waar heb je hem het laatst gezien? Daar, in het babyzwembad. Het babyzwembad. Maar daar zit hij duidelijk niet meer. Kijk. Dus we gaan samen zoeken, hè? Ja. Ja. Dit zijn de camerabeelden en Bram is nog nergens te zien, toch? Rechts. Rechts, rechts. Oh nee, dit is iemand anders. Dit is niet Bram. Dit is Laura. Oh! Laura, oh! Wat is dit? Is dit Bram? Is het Bram met de blauwe glijbaan? Heeft Bram een blauwe zwembroek aan? Ja, dat is Bram. We weten waar Bram is, we gaan hem gaan zoeken. Ik ga ook mijn EHBO-koffer meenemen. Moest er iets zijn, dat doen we altijd bij vermiste personen. Oké, okay. Je wordt wel goed geholpen hier, ja? Hè? Niet lopen in het zwembad! Er is een noodgeval! Oh! Oh! Oh. Daar is hij! Ja, dit is Bram! Bram, je was vermist! Echt? Ja! Ize was ongerust! Ja! Oh. Is alles in orde? Ja hoor! Ja? In het vervolg zeg je wel iets als je de glijbaan neemt, hè Bram. Ize dacht dat je in het kinderbad zat. Ben je gewond? Ah, oké. Okay. Het wordt drukker en drukker, dus het is tijd om de tafels klaar te zetten. Ook deel van jouw job? Ja, zeker. En stoelen natuurlijk? Ja, de mensen moeten kunnen zitten. Hè? Zeker, zeker. Huppa. Wat mag het zijn alsjeblieft? Een plat watertje. Ja. Voor mij een frisdie alsjeblieft. Okay, jij iets? Ook plat water alsjeblieft. Okay. Is het jouw eerste dag vandaag? Misschien. Dat is dan 100 euro alsjeblieft. Oh, 100 euro? Ik denk dat we het gratis weer hebben. Kom Bram. Ja, we zijn er bij mij. Is alles naar jullie zin? Zeker. En bij jou? Ja, ook. Jullie zijn flink. Voor de mensen die willen chillen, hebben we ook nog lichtstoelen. Oh. Heel handig. Daar ga ik wel gebruik van maken. Ja? Ja. Oh, 2 euro per stoel. Alles kost hier geld. Dat is een mopje. Oké. Okay. Lig je goed?
Oei, die is aan het slapen. Slaap wel, hè. Bram, gaan we het sportbad eens testen? We gaan naar het sportbad. Ziet er wel nice uit, toch? Vamos. Check het. Huppa. Oh, 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 oh. Jongens, alsjeblieft. Jullie zien toch dat het gesloten is? Oh, krijgen we nu onze tweede waarschuwing of niet? Ik zie het nog één keer door de vingers. Eén keer? Allee, naar daar. Oké. Okay. Maar er is hier toch iemand? Hé, hey, oh, 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 meneer. Nee, oké, okay, het is wel echt leeg. Het is leeg, we zijn aan het kuisen hier. Aan het kuisen? Ja. We kunnen misschien helpen met kuisen, Bram. Nee. Yes! Nee, oké, okay, doei. Voor de mensen die graag naar buiten willen, het buitenbad is geopend. Oh, nice! Bam, oh, 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 oh. Ons ijskoud. Alles oké, okay, meneer? Ja. Okay. Bram is echt gek. Je ziet echt die damp, niet normaal. Ja, snel naar binnen. Oké, okay. Doei! Handelen. Buiten kan je toch lopen of niet? Nee, nergens lopen hier in het zwembad. Oké. Okay. Anders lopen moet je op de atletiekpiste. Oké. Laura, test het eens. Huppa. Als het te koud is, mag je gewoon naar binnen. Jullie zijn niet verplicht om hier te zwemmen. Hè? Spring maar, hè, met je grote mond, ja, meneer. Ja, het is wel redelijk koud. Maar ik ga het doen. Oh, in 3, 2, 1. Zwem maar, dan krijg je warm, hoor. Mooi zo, meneer. Mooi. Alles onder controle hier. Laura, alles goed? Ja. Ja, oké. Okay. Met mij ook, dank je wel. Wat een vriendelijke dame. Hallo. Hoi. Oh. Ja. Ah. Ik ga springen. Dat wordt wel warm. Ondertussen zit ik zelf in het water, want Michiel heeft mij in het water getrokken. Ik was niet aan het filmen. En waarom heb je dit nu weer gedaan? Ja, als lifeguard moet je toch ook eens in het zwembad voelen hoe koud het water is. Ja, maar het valt goed mee, toch? Is alles in orde? Alles is in orde. Als hij maar zijn manieren houdt. En dit is het warmste bad dat ze hier hebben. Dit is echt zalig. Echt. Damn. Is niet normaal, toch? Ja, sorry, maar mijn reddershift zit erop. Er zit je reddershift erop? Je moet nog werken, hè? Als redder mag je niet zomaar chillen in het water, toch? Je bent wel begonnen toen het nog donker was buiten. Ondertussen is het licht. Ja, de dag gaat snel, hè? Zit jouw shift er nog altijd niet op nu? Nee, bijna. Bijna, oké. Okay. Jonge dame, kom eens terug. Deze zone is enkel toegelaten voor plus 16 jaar. Hoeveel jaar ben jij? 16. Ze is 16, zegt ze. Mag ik jouw paspoort eens zien? Dat heb ik niet mee. Maar het is toch gesloten, je kan niet. Terug! Ik heb wel een challenge voor jou als lifeguard. Voor mij? Ja, dit achter ons is het koudste bad dat ze hier hebben. Ja. Als jij daar binnen de 5 seconden in kan gaan, niet nu, maar gewoon als je start. Zet jouw shift erop. Oh, oké. Okay. Ja, ik ga proberen. Helemaal, tot hier, hè? Tot hier, ja. Oh, no. Oké. Okay. Oké, okay, succes. Zodra je boven bent, 5 seconden. Vanaf nu, 5, 4, 3, 2, 1. Is het goed? Nog 5 seconden. Laura, is wel leuk om haar zo te zien, toch? Ik red jullie, hè. Moeten we haar redden of niet? Ja. Ja, oké. Okay, ja, je mag eruit. Dit gaat echt warm zijn. Oh, ah, het is gekoken. Te warm. Ja, het is te warm. Oei, maar jouw shift zit er wel op. Ja. Je hebt het supergoed gedaan. Thanks. Tijd om af te sluiten. Inderdaad, mijn shift zit erop. Jouw shift zit erop. Huppa. Ik hoor hier verdacht veel lawaai. Met 2 in een kleedkamer? Hoor ik niet. Waarom niet? Nee. Ja, we zijn een koppel. Gezinskleedkamer, enkel voor families. Flinksterren. Het zit erop. Bedankt. Dank tot de volgende. Ja, zie tot de volgende. Bedankt voor de leiding, hè. Ja, volgende keer maar hier houden, hè. Gedaan voor vandaag. Ik vind wel dat je het supergoed gedaan hebt vandaag. Wat vonden jullie van Redder Celine? Heel goed. Ja. Goed? Yes. Oké. Okay. Thanks. Hopelijk vonden jullie het ook een superleuke video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En bij 16.666 likes doen we deel 2 en word ik redder voor de dag. Bedankt om te kijken en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace.